Mijn opa die schaatste vroeger ook altijd. Dus eigenlijk heeft hij mij op schaatsen gezet hier in Alkmaar. En zo ben ik eigenlijk op jeugdschaatsen gegaan. Je bent er gewoon aan dat je gewoon rondjes rijdt en je hebt het eigenlijk niet eens meer door. Want elke training is anders. En de ene training ga je sprinten en de andere training doe je weer duurrondjes. Het verschilt eigenlijk zo erg voor een training, zeg maar, wat wij doen. Dat het eigenlijk niet verveelt, nee. Ik kan echt niet verliezen, maar wat ik wel altijd doe is de winnaars feliciteren. Dat vind ik wel heel belangrijk. Maar verliezen blijft natuurlijk altijd lastig. Waar ik het meest trots op ben, is toch wel dat ik tweede werd op het WK 3 kilometer. Ja. Wat mijn volgende doelen zijn, dus dit jaar wil ik heel graag wereldkampioen worden. En het jaar daarna kijk ik dan gewoon zo door. Ik wil elk jaar gewoon beter worden, dus elk jaar is mijn doel wel een stapje hoger, zeg maar.